Wat is allemaal, Stefan hier en welkom bij een nieuwe video. En vandaag wil ik het hebben over de kracht van momentum voor het behalen van succes. En hoe jij momentum kunt gebruiken om succes te behalen. En ik moet zeggen allereerst, deze video's die ik zo aan het maken ben met de telefoon en dat soort dingen. Ik hoop dat jullie deze informatief vinden, want we hebben nu ongeveer 2 of 3 gemaakt op deze manier. Ik heb het gewoon heel erg... ja, straight gehouden met jullie, gewoon dat het gewoon heel simpel is qua video's en dat soort zaken. Want ik wil gewoon jullie snelle, interessante, informatieve informatie geven, zodat jullie precies dat kunnen toepassen en dat jullie ook weten hoe ik ook dingen aan het toepassen ben en succes heb kunnen behalen en honderden duizenden euro's heb kunnen verdienen door deze simpele dingen toe te passen. Want iedereen kan dit doen. En als jij weet hoe je momentum kunt gebruiken, dan zul jij ook makkelijker tot succes kunnen komen, want momentum is dat wat ervoor toe gaat leiden dat jij daadwerkelijk gewoon succes gaat behalen. Dus laten we induiken op momentum en waarom dat zo belangrijk is om succes te behalen. Ten allereerste moeten we weten wat momentum is. Nou, momentum, en wat het allemaal inhoudt, is dat er, als er op een gegeven moment een ritme komt in wat jij aan het doen bent, er een soort van, dat alle puzzelstukjes eigenlijk op hun plek vallen. En ik zal toevallig, omdat ik de laptop hier ook bij de hand heb, jullie heel even kort de betekenis van momentum laten weten. En momentum is eigenlijk een moment waarop het belangrijk lijkt door te zetten of te gaan doen. En momentum is dus eigenlijk gewoon een periode waarin beweging komt. Dat staat dan hier omhoog, dan wel omlaag. Dus als er momentum is, dan betekent dat er continu, dat betekent dat dingen exponentieel gaan groeien. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, ik bedoel, als jij, laten we zeggen in een voetbalwedstrijd, één partij die scoort een goal, dan pakken ze dus momentum, dan pakken ze dat een ritme te pakken, dat zij in een stijgende lijn een grotere kans hebben dat ze weer een goal gaan scoren, omdat ze al een goal hebben gescoord. Ze pakken dat ritme. En ritme in business betekent dat jij geld binnenhaalt voor jouw bedrijf, dat jouw bedrijf groeit, dat je meer klanten hebt, dat je meer tevreden klanten hebt. Dat is wat momentum is in business. En een goal scoren dus staat tegenover in sport, maar in business is dat dus klanten binnenhalen. En wat je moet begrijpen is dat tegenwoordig mensen, wellicht jij zelf ook, dingen heel snel wil krijgen. En dat is logisch en dat is niet jouw schuld, want het hele systeem tegenwoordig en onze hele generatie is zo opgezet dat we dingen snel willen krijgen. We willen dingen snel krijgen, we bestellen iets online en we krijgen het de volgende dag. Als we het niet de volgende dag krijgen, dan zitten we al te zeuren over dat die over 2 dagen pas gaat komen. Dus we zijn gewend om dingen snel te krijgen en om juist geen momentum te hebben. En wat je moet inzien is dat alle succesvolle ondernemers momentum hebben. We praten over Elon Musk, heeft momentum opgebouwd met al zijn bedrijven. Jeff Bezos, gestoorde momentum opgebouwd met Amazon. Alle succesvolle ondernemers en de grootste ondernemers in de wereld hebben momentum. En momentum begint bij het punt waarbij jij begrijpt en gaat beseffen dat je lange termijn voldoening moet krijgen boven korte termijn voldoening. Want als jij alleen uit bent op korte termijn voldoening en dingen snel, snel, snel wilt hebben, dan zul jij niet iedere dag actie willen nemen om iets op lange termijn te gaan krijgen. En dat is wat nodig is om momentum op te bouwen. Dus nu we weten wat momentum is, dat is dus beweging in een positieve groeiende lijn. Nu moeten we kijken van oké, hoe kunnen we dat gaan doen? Dus afhankelijk van welk businessmodel je hebt, ik doe zelf een social media marketing agency. Dat is een bedrijf waarbij wij advertenties draaien voor bedrijven. En in ruil daarvoor betalen zij ons een maandelijks bedrag, zodat wij kunnen gaan groeien. Als jij zo'n businessmodel aan het doen bent en zo'n bedrijf hebt, dus zo'n social media marketing agency, dan is het belangrijk dat je beseft dat jij iedere dag consistent actie moet nemen. En dat gaat tot momentum leiden. Om je een voorbeeld te geven. Ik moet bedrijven benaderen om ze als klant te krijgen. Want als ik geen bedrijven benader, kan ik ze niet als klant krijgen. Dus hoe ik mijn momentum kan opbouwen is door bedrijven te gaan vinden op Google, LinkedIn, Facebook, noem het maar op. Niet alleen ga ik ze vinden, ik ga iedere dag 5 mensen benaderen en dat doe ik 7 dagen in de week. En doordat ik dat doe, heb ik op een wekelijkse basis 35 bedrijven die ik benader, waardoor de kans groter wordt dat de bedrijven mij gaan berichten. En als er 1 begint te berichten, dan zullen dat steeds meer en meer en meer en meer gaan worden. En op een gegeven moment zet ik ze op een gesprek. En als ik mijn eerste gesprek heb, dan begint die momentum. En als ik dan door blijf gaan met mensen berichten, meer berichten terugkrijgen, ze op een afspraak zetten, zal ik steeds meer afspraken gaan zetten en uiteindelijk sneller tot mijn klant komen. En als ik dan die eerste klant heb, dan is het makkelijk om die tweede klant te krijgen. En dus wat je moet beseffen is dat als je eenmaal begint, je iedere dag actie moet gaan nemen om die momentum op te bouwen.
en om die momentum te behouden. Want als je momentum hebt en het vervolgens verliest, dan kun je in een negatieve momentum groei gaan zitten. En waar je eigenlijk gewoon als het ware het omgekeerde krijgt van positieve momentum. Positieve momentum is waar je naar omhoog gaat en meer successen gaat boeken. En negatieve momentum is waar je naar beneden gaat en juist meer en meer en meer succes, of meer en meer eigenlijk gaat falen, doordat je niet die dagelijkse actiestappen aan het doen bent. Dus kortom, hoe behalen mensen succes? Het gebruiken van momentum, en hoe kunnen we momentum inzetten voor jou, is dagelijks actie nemen. Nou is dat heel breed, maar hoe blijf je ook actie nemen? Want het is makkelijk dat ik zeg neem actie, maar hoe blijf je actie nemen? Zet jezelf in de positie om te slagen, om te groeien, niet om te falen. Tegenwoordig zetten mensen zich zo snel in de positie om te falen. En ik zal je vertellen waarom. Vanaf kleins af aan worden wij gezet in de positie om te falen. We worden niet in een positie gezet om te slagen. Dat gebeurt niet. Dat zou je denken door naar school te gaan, door een studie te gaan doen, door een universiteit te gaan doen, een universitaire opleiding of een hbo-opleiding te gaan doen. Zou je denken, we worden opgezet voor succes omdat we later een baan krijgen en succes gaan krijgen, et cetera, et cetera. Terwijl dat wel geldt voor wellicht 3 tot 5% van de mensen in het hele systeem, geldt dat niet voor 95 tot 97% van de mensen die simpelweg niet weten wat ze willen met hun leven. En ze worden dus opgezet door om te falen door leningen aan te moeten gaan voor hun studies, door geen duidelijkheid te krijgen voor hun individuele situatie. En niet alleen dat, ook de dingen om hen heen, zoals social media, zoals dingen zoals het hele systeem van de overheid, pornografie, voor mannen dan vooral, wordt ons voorgeschoteld, waardoor wij dus minder succes gaan hebben en minder positieve momentum gaan krijgen. We worden neergezet in de samenleving om te falen. En als je wordt neergezet om te falen, dan zal ook 95 tot 97% van de mensen niet weten wat ze willen met hun leven. En dat zie je nu ook weer terug. Tuurlijk, er komen steeds meer ondernemers, maar mensen weten niet hoe ze momentum moeten gebruiken, omdat ze niet weten wat ze willen. Als je niet weet wat je wilt, dan stopt het al helemaal. Dus je moet weten, als je jouw inkomsten wilt genereren wat de meeste mensen willen hebben, moet je gewoon beginnen met een businessmodel wat jou meer cashflow kan genereren. Voor mij is dat een SMMA geweest. Ik zeg niet dat het voor jou moet zijn. Als je er meer over wilt weten, klik hieronder de link, klik naar de training. Het is gratis. En achteraf verkoop ik je niks. Het is letterlijk gewoon een gesprek die je kan hebben met ons. En wat je moet beseffen is dat als jij een business wilt starten, maar als jij in iedere facet in jouw leven succesvol wilt worden, heb jij momentum nodig. Denk aan de sportschool. Als je naar de sportschool gaat, je kan niet één keer gaan trainen en dan weer over 30 dagen trainen en verwachten dat jij spieren gaat opbouwen. Dat gaat niet gebeuren. Je hebt momentum nodig. Je moet consistent zijn in dat wat je doet. En nogmaals, hoe doe je dat? Verwijder alle dingen die je afleiden. Bouw betere gewoontes op. Doe social media weg. Oké, doe social media weg. Gewoontes moet je neerzetten waarbij je dagelijks dingen gaat doen. Negatieve mensen moet je uit je omgeving geven. En dat ga ik nog een... Waarschijnlijk in de toekomst ga ik hier nog een video over maken, van dat je precies weet hoe je dat moet gaan doen. Maar voor nu, momentum is de kracht. En momentum is het stappenplan naar succes. En hoe jij die dingen kunt gaan doen voor jezelf. Dus als je nu nog niet dagelijks actie aan het nemen bent om succes te behalen, doe dan op zijn minst iets. Want dat iets wat je doet, los van wat het is, of dat nou een boek lezen is, een cursus kijken is, een YouTube video kijken is zoals deze. Momentum begint en succes begint bij de eerste stap. En begrijpen dat het een lange termijn proces is. Alleen op die manier ga je succes behalen. En alleen door momentum te gebruiken, ga jij daar komen. En ga jij inkomsten genereren voor jezelf en succes behalen. Vraag het aan iedere succesvolle persoon. En die zal je precies hetzelfde vertellen. Kortom, als je deze video informatief vond, klik dan hieronder op de abonneerknop. Nogmaals, iedere week plaats ik video's. Soms is het iets drukker, dus in sommige weken zal ik geen video's plaatsen. Maar nogmaals, iedere week komt er een waardevolle video voor jullie uit. Dus zorg ervoor dat je dat ook bekijkt en dat je ook geabonneerd bent, zodat je nooit meer een video mist. Voor nu, dat is de kracht van momentum gebruiken voor succes. Ik hoop dat deze video informatief was voor je. Zo ja, like en abonneer. En voor nu wens ik je een hele fijne dag en zie ik je graag in de volgende video. Ciao.